Het is de tweede openbare training van Feyenoord in deze week. De eerste week dat er vakantie is in onze regio. En dus staan er honderden Feyenoord supporters langs de kant om te kijken naar die training van het team van Arne Slot. Wat opvalt bij die training is dat Orkun Kuksu nog altijd niet van de partij is. Hij werd dinsdag geblesseerd van het veld afgedragen en is daar nog steeds herstellende van. Het lijkt allemaal mee te vallen, zijn de berichten Kneuzing, maar ja, voldoende om hem nog steeds aan de kant te houden. Hij traint dus niet mee, of in ieder geval apart van de groep. We zien binnen wel wat beweging bij spelers die werken aan hun herstel. Mats Wiever bijvoorbeeld ook, hè. Die ging door zijn enkel in de wedstrijd tegen Red Bull Salzburg. Hij er nog niet bij. Daarom bij een partijspel later zagen we zelfs dat Mats Wiever werd vervangen als vervangende centrumverdediger. Waarbij hij al een vervanger was door Mark Diemers. Die ook uit mag zien naar een andere club. Het geeft aan dat Feyenoord zeker centraal achterin er nog wat bij zal willen. Dan deze man, Jean-Paul Boetius, de verloren zoon, weer terug in de Kuip. Er wordt benadrukt dat dat niet is voor een nieuwe contractperiode. Maar toch, hij is wel hier, zit nog zonder club, transfervrij. Hoe langer dat duurt, hoe meer die speculaties er zullen zijn dat hij uiteindelijk misschien dit seizoen ook voor Feyenoord gaat spelen. Vooralsnog dus, om zijn conditie op peil te houden, een weerzien voor hem met het legioen bij deze zonnige dag op 19.08. Heel veel dingen spelen vooraf aan de beslissing, maar zoals gezegd, echt blijf ik benadrukken, je kan alle vragen stellen in een hele andere directie. Ja. Het is echt conditie op peil houden voor mij, ja. Echt waar. Nou ja, maar dat en kan vanuit de club dat ook je zo. Daarmee dus ook uitsluit van, het is ook echt niet meer dan dat. Nee, of laat je dat ergens nog zweven? Nee, dat weet ik niet. Ja, zodra er wat speelt, dan gaat pas natuurlijk pas een ander gevoel ontwikkelen. Ja. Maar voor nu is het echt conditie op peil houden.